In een recente rel rondom het populaire programma De Slimste Mens lijkt het erop dat Herman van der Zandt naar KRO en CRV is gehaald om de presentatie over te nemen van de huidige iconische duo's Maarten van Rossum en Philip Freriks. De makers gaven eerder dit jaar al toe na te denken over hun opvolging. Herman, na 20 jaar bij de NOS en zijn Max Klus met het mes op tafel, kondigde zijn vertrek aan om naar KRO en CRV te gaan. Volgens kenners is de verleiding van het meest bekeken programma van Nederland, De Slimste Mens, waarschijnlijk de reden achter Hermans overstap. Hij zou dan de rol van Philip overnemen, terwijl er wordt gespeculeerd dat een cabaretier de plek van Maarten zou innemen, net zoals in Vlaanderen gebeurt. Echter, Maarten en Philip hebben hun duidelijke intentie getoond om niet weg te willen bij De Slimste Mens. Maarten stelt dat hij nog lang door kan, met humor merkt hij op dat zijn functie feitelijk nog 30 jaar door hem vervuld kan worden, aangezien zijn rol voornamelijk neerkomt op zitten en af en toe wat zinnen uitspreken. Hij grapt zelfs over het gebruik van een zuurstofflesje achter zijn stoel als dat nodig zou zijn. De 79-jarige Maarten benadrukt dat hij en Philip in goede gezondheid verkeren en dat zij voorlopig niet van plan zijn om te stoppen. Hij vindt de speculatie over hun opvolging respectloos en ongepast. Voor veel mensen lijken ze misschien al over hun hoogtepunt heen, maar Maarten en Philip voelen zich allesbehalve klaar om te vertrekken. Ze geven aan dat ze nog steeds een aantrekkelijk perspectief bieden, zelfs voor de lange termijn. Het lijkt er dus op dat De Slimste Mens nog een tijdje door kan gaan met het geliefde duo. Als Philip op een gegeven moment besluit te stoppen, zal Maarten ook vertrekken, maar dat moment lijkt nog niet in zicht te zijn. En wat betreft Herman van der Zandt, hij zal wellicht andere leuke programma's bij KRO en CRV gaan maken. Maarten concludeert met een vleugje humor dat hij van plan is door te gaan tot hij 100 jaar oud is. De toekomst van De Slimste Mens lijkt nog niet definitief bepaald, maar de huidige presentatoren laten in ieder geval zien dat ze er nog lang niet klaar mee zijn.